hele goede morgen. Ik ben net wakker en ik ga nu even ontbijten. Ik ga jullie even mijn ontbijt laten zien. Oh, dit is vandaag mijn ontbijt slash lunch. Ik heb echt zoveel trek. Het zijn crackers met kaas, kalkoenham, avocado en een beetje komkommer. Ik heb me even snel opgemaakt en ik vind deze lipkleur nu echt zo mooi. Deze beeld is wel een beetje donker. Kijk, zo zie je een betere kleur. Dit is de kleur Lover van Maybelline Liquid Lipstick. Ik vind het echt zo'n mooie kleur. Ik ga nu even snel mijn haren doen. Echt. Ik heb nooit meer zin om mijn haar te doen. Maar het moet echt een keer gebeuren. Want het kan echt niet meer. Zo ziet mijn haar er dus uit. Op dag 2. Als ik er nog niks mee heb gedaan. En wat ik dus nu ga doen is het een beetje nat spuiten. En dan een beetje product in feunen. En dan krijg ik weer even een... ja, goede krul eigenlijk. Hoe ziet jullie ochtendroutine er eigenlijk uit? Want ik wil echt een vaste ochtendroutine hebben. Kijk, wat ik nu doe is eigenlijk gewoon, nou ja, ik word wakker. Dan zet ik een kopje koffie. En dan kijk ik een vlog van Masha. Want zij doet elke dag in de ochtend uploaden. Dus dan zet ik hem gewoon gelijk aan. En dan daarna, ja, varieert het eigenlijk. Maar... ik wil zeg maar mijn ochtend er anders uit laten zien. Kijk, een kop koffie vind ik oké. Maar ik vind gewoon dat ik een soort van takenlijst moet hebben in de ochtend. Zodat ik gewoon rustig kan wakker worden. Bijvoorbeeld een kopje koffie drinken. Daarna even snel een vaat doen. Want mijn vaat ligt daar nu nog. Misschien dan een vlog kijken. Of een serie. Rustig gaan ontbijten. En dan nog een taak uitvoeren. Zoals bijvoorbeeld stofzuigen. En dat het gewoon een vaste ochtendroutine wordt. Dat je dan... niet opeens denk ik van, oh ja, ik moet vandaag weer stofzuigen of zo. Maar dat het gewoon een dagelijkse routine wordt. Oh, mijn haren net gedaan. Ik ben best wel tevreden. Even snel een outfit zoeken. Ik wil vandaag echt geen zwart meer. Elke keer als ik niet weet wat ik aan moet doen, ga ik een zwarte outfit pakken. Maar ik wil echt even iets anders vandaag. Een heel spannende outfit is het niet geworden. Ik heb weer een truitje aangedaan die ik... 10.000 keer heb aangehad. Nee, grapje. Het is een truitje van Chicwell. Mijn mom jeans van Bershka. En ik heb mijn schoenen aan van de Zara. Kijk, zo ziet mijn outfit eruit. Met de schoenen. En Nesne heeft echt gelijk. Ik heb echt even een riem nodig. Wat vinden jullie? Zal hier een riem mooi bij passen? Ik twijfel echt zo erg over een riem. Ik weet niet, man. Dan twijfel ik ook of ik deze bril moet opdoen van Come Get Fashion of deze. Ik leg even mijn camera in de plantenbak. Ik ga helemaal stuk. Oké. Eerste bril staat zo. I like it. En alleen dit per se... een outfit hiervoor is. Ik wil het echt, deze wil ik echt voor een heel ander soort outfit gebruiken. Of die zwarte. Ik vind deze en mijn make-up ook mooier ofzo. Die mom pants voel ik de laatste tijd echt zo erg. Love it. Ik ben net aangekomen bij Esmee. We gaan even samen eten. Want ik ben nog steeds alleen. En daarna weten we niet hoe we gaan doen. Maar we gaan vandaag ook even onze wimpers fixen. Die zien er niet uit. Oh, ik kan nu even niet laten zien. Ik heb een bril op. Ik ga stuk. Ik ben inmiddels bij Esmee. Ik ben Timo aan het kijken. Echt super oude afleveringen. En zij is nu aan het douchen. Ik had haar 20 minuutjes geleden al geappt van... hey, ik ga nu mijn haar doen. Ik kom er zo aan. En ze had alleen maar gelezen dat ik mijn haar ging doen. Dus ik kwam binnen en ze zat nog in haar pyjama hier. Ze gaat nu pas douchen en haar haren doen. En omkleden. En daarna gaan we even een hapje doen samen. Weet je wat ik echt heel graag... weet je waar ik heel graag een keer wil eten? Bij Lucho. Die hebben ze nu toch ook in Rotterdam. Volgens mij al best wel lang. Maar ik heb daar nog nooit gegeten. Maar ik wil echt een keer een biefstuk eten of zo. Ik heb er heel veel zin in. Trouwens, ze heeft me net geappt met zijn vluchttijden van morgen, want hij komt morgen weer terug. En ik heb echt zoveel zin. Ik heb helemaal geen zin om alleen te zijn. Echt. Ik weet niet waarom, maar dit jaar valt het me echt zoveel zwaarder als hij weggaat dan vorig jaar. Vorig jaar was ik het soort van gewend al door die hele zomertour en zo. En ja, op een gegeven moment vond ik het gewoon niet erg als hij een dag of zo wegging. En nu vind ik het echt heel erg. Ik heb ook tegen hem gezegd van, het heeft me zo vaak weg. Gewoon gaan ze met mij. God, voor de team-momkijkers.
Hebben jullie dit toen gevolgd toen Caitlyn, Caitlyn heette toch op Caitlyn, was vreemd gegaan en Tyler erachter was gekomen. Oh my god. Ik ben inmiddels bij Fabulous Beauty Company, bij Sunita. Ik heb net mijn wimpers gedaan. En kijk, ze heeft dit keer echt wel veel mooier gedaan dan vorige keer. Sorry, Sunita, ik ben eerlijk. Nee, ik vind het echt heel erg mooi. Ik heb nu zeg maar hier iets langer en aan het uiteinde... Ja, gewoon ietsjes korter. Ik vind het echt erg mooi. En ze is nu bezig met Esmee. Je wordt gefilmd, Tess. Guys, wij hebben inmiddels onze wimpers gedaan. Dat zie je in deze licht niet zo heel goed. Maar wij zijn inmiddels bij Loetje. We waren dus niet gereserveerd. En nu moeten we dus hier even wachten. We moeten ongeveer 30 à 40 minuten wachten. Dus ik heb even een theetje besteld. En water. En Esmee drinkt een wijntje. Leuk, hè? Echt leuk. Oh my. Wij hebben lekker een burrata besteld. Ik weet niet eens of ik het goed uitspreek. Maar het is eigenlijk mozzarella met tomaat en pesto. En brood is eigenlijk voor jou, Es. Eigenlijk moeten we even omdraaien. Ja. Yeah. Ik heb lekkers. Dankjewel. Ik heb een salade met biefstuk. Ze heet salade Bali. En Es heeft een salade met spek en een biefstukje. Maar deze brood is trouwens voor jou. Ik ben net thuis. We hebben net bij Loetje gegeten. Het was op zich wel lekker, maar ik vond het niet heel bijzonder. Jij? Ja, dat is prima. Prima. Nou ja, dikke prima. Ik ga even mijn pyjama aandoen. En dan gaan we richting Es. We gaan even een filmpje kijken en koffie drinken. Ik ben net bij Esmee aangekomen. En Es gaat even een lekker koffietje voor mij maken met sucrine. Ik heb mijn eigen suiker meegenomen. En dan gaan we even een filmpje kijken. Hoe heet het filmen we gaan kijken? Ja, dat weet ik nog niet. Want ik ben die naam kwijt. We gaan een Spaanse film kijken. Kijk eens, je helft. Ah, dankjewel. Kenny boy! Oh, gaat hij gewoon weg? Zo, het is inmiddels 12 uur. Ik heb even mijn make-up eraf gehaald. En Es ook. We hebben alvast koffie gedronken. We hebben net, tenminste, Es heeft net thee voor ons gezet. Kijk hoe gezellig. Kijk hoe gezellig we hebben gemaakt. Theetje! En wij gaan nu dus film kijken. Maar ja, zoals ik al zei, is het nu al 12 uur. En de film duurt dus 2 uur lang. Dus ik ga vandaag hier slapen. Gezellig! Hey, pyjama feestje. Kijk, we gaan deze film kijken. Duarte la Tormenta. Heel mooi, heel mooi. Kijk hoe gezellig. Lekker in slaap gevallen, Es. Nee, ik ben niet in slaap gevallen. Guys, we hebben echt een uurtje maar de film kunnen kijken. En toen was Esmee alweer naar bed. Ze is denk ik echt 4 keer in slaap gevallen tijdens de film. Dus ik heb me even omgekeerd en we gaan even nu naar buiten komen. Als je deze vlog leuk vindt en ik zie je morgen weer. Doei!